Boem, boem. Lekker wortel. Wortel, ja. Wortel als ontbijt. Klinkt heel gek, maar er zit enorm veel beta-carotene in. Ik leg het je straks uit hoe en wat en waarom het goed is. Gaan we kijken. We gaan het wortelontbijt maken met uiteraard de wortel. Rijstmelk, nou dat mag dus ook een ander plantaardige melk zijn. Verder nog wat lijnzaad, gebroken het liefst. Havermout, dan wat kruiden zoals kaneel en gember en vanillepoeder. Maakt het heel lekker. En toppings, dus dat kan zijn goji bessen of moerbeien en notenpasta. We beginnen met de wortel. Die gaan we raspen. Die heb ik uiteraard helemaal schoongemaakt. Dat is ook een goede workout. Voor twee personen is dit genoeg. Dus als je een hele grote, dikke winterwortel hebt, dan kan je gewoon met één. En als je bijvoorbeeld zo'n kleintje neemt, dan kan je er twee voor gebruiken. Nou, dan doen we de rijstmelk in het pannetje. 100 ml rijstmelk. Zo. Dan doen we het erin. Zetten we dan op hoog vuur en dan wacht ik totdat het kookt en dan doe ik de havermout erbij. Nou, ik hou ontzettend veel van rijstmelk, want het is ontzettend zoet. En voor de mensen die niet goed tegen lactose kunnen, die kunnen dat heel goed gebruiken. En dat geldt dan ook voor amandelmelk, hennepmelk, hazelnootmelk, noem maar op. Nou, het kookt nu, dus doe ik er 100 gram havermout in. En dan zet ik het vuur een beetje lager. Nou, ik laat het ongeveer van 5 minuutjes koken. Dan doe ik de wortelrasp erbij. En dan roer ik weer goed en laat ik het sudderen. En dan is het er bijna klaar. Nou, nu doe ik de rasp erbij. Dan wordt het heel erg dik. Zorg ervoor dat je het wel goed roert. En dat je blijft roeren. Nou, ik heb het vuur net best wel hoog gezet. Dat betekent dat het ietsje dikker is geworden. Dus ik doe er nog wat rijstmelk bij. Dus ik doe er ongeveer nog 100 ml bij. Ziet er al heel mooi uit, vind ik. Ik vind het altijd heel belangrijk, want dat had ik vorige keer ook al gezegd, dat het er ook mooi uitziet. Dus als ik een ontbijt eet, dan vind ik het fijn dat het lekker is, maar ook heel mooi is. Looking good. Nou, mijn moeder die heeft echt de lekkerste worteltjes in de tuin. En vroeger ook als kind, dan at ik zoveel. Af en toe dan werd ik al serieus echt helemaal oranje. Zei mijn moeder, wat heb jij gegeten? Maar ik vond het zo lekker en verslavend. Love carrots. Zo, hij is klaar. Kijk dan zo'n lekker papje. Dan hebben we natuurlijk de kruiden. Heerlijke gember. Nou, daar doe ik een halve theelepel in. En een halve theelepel kaneel en wat vanillepoeder en een eetlepel lijnzaad en dan gebroken, want dat wordt beter verteerd. Lekker. Ziet er lekker uit, toch? Ja, zeg maar. Ja. Is dat klaar? Dan pak ik dan mijn kommetjes. Want het is voor twee personen. Je kan het ook alleen opeten trouwens hoor. Dat doe ik ook regelmatig. Nou, voor de topping kan je besjes, nootjes, et cetera gebruiken. Ik vind het heel lekker met goji-bessen en moerbeien. Dus dat doe ik er bovenop. Het zijn wel gedroogde goji-bessen. Ik vind het ook mooi qua kleur. Moerbeien, gedroogd. Zo. En wat ik heel lekker vind is een theelepel of een eetlepel notenpasta. Een lekkere klodder. En then we are ready to eat. Kijk dan, zo mooi. Tadaa! En zo wordt eigenlijk een wortel een ontbijtje. Je moet het echt gaan proberen thuis. En ik ga een lekker hap eten. Maar wil je nog meer van deze creatieve recepten? Blijf me dan volgen. Kom hier. Sorry.